Captain, we staan hier na de match tegen Cercle. We spelen 1-1 gelijk. Voelt dat als een gewonnen punt of twee verloren punten voor jou? Oh, ik denk dat het wel een verdiend punt is. Zeker als je eerst net met 10 man komt en dat je dan een uur moet vechten. Met 10 man tegen 11, waar we eigenlijk perfect stand houden. En is het eigenlijk spijtig dat je niet met die 0-1 de rust kan ingaan. Want ik denk zelf met 10 man dat je hier vandaag kan winnen. Ja, inderdaad. Na die uitsluiting van Ndiaye, we voetballen eigenlijk gewoon nog goed mee. Hè. We hebben het even moeilijk gehad in de tweede helft. Maar voor de rest, ja, we lagen amper onder en dat met 10 man. Bewijst ook dat er veel mentaliteit en karakter in deze groep zit? Ja, dat is denk ik een beetje de touch van de coach. Maar ik denk dat er een goede organisatie was. En we hebben eigenlijk nooit niet gepanikeerd. Okay, ik vind dat we wel in de eerste helft misschien te weinig gevoetbald hebben na de 0-1. En dat we daar een beetje misschien onder druk gekomen zijn. Maar al bij al hebben wij eigenlijk in de eerste helft heel weinig weggegeven. En de tweede helft is een beetje alle hens aan dek. En toch dat punt proberen mee te pakken naar Antwerpen. Ja, nu de komende 2 weken 2 thuiswedstrijden. Te beginnen bij Roeselare. Die hebben zich ook versterkt natuurlijk in de zomer. Wat moeten we daarvan verwachten? Wij moeten ons spel spelen. Ik denk dat we van Roeselare niet te veel gaan verwachten. En gewoon bij ons op ons eigen veld tonen dat Antwerpen weer staat. En als we met diezelfde mentaliteit, diezelfde organisatie weer die match kunnen aanvatten volgende week, dan hadden we zeker die 3 punten thuis. Oké, succes en bedankt.